degene die achter jou komen helpt om wel voorbij te kunnen gaan. Op elke school is er pestgedrag. En de kinderen die gepest worden, die hebben daaronder te lijden. Achterstand met leren, achterstand met omgaan met kinderen. Je ziet ze op een andere manier in de groep zitten. En ja, die nemen het mee naar huis en die nemen het uiteindelijk weer mee naar school. Kinderen kunnen dan niet zo goed functioneren als dat ze normaal kunnen. Vroeger heeft Hein zelf ook te maken gehad met pestgedrag. Ik heb het allemaal over me heen gehad. Ze hebben me geslagen, schop, bespuugd, noem maar op. En uiteindelijk ben ik aan het trainen gegaan, vechtsporttraining. Dat is de reden geweest dat hij weerbaarheidstraining geeft op school. Maar wat wordt er precies gedaan? In de cursus behandelen we het stukje stevig staan in je schoenen. Leren respect voor elkaar te hebben. Omgaan met pestgedrag. Dus als jij het ziet, durven zeggen tegen een ander, hey, waarom doe je dat? Of dat moet je niet doen. Wat vinden de kinderen zelf van de week tegen pesten? Het is wel belangrijk dat mensen niet worden gepest, omdat dat kan heel gevoelig zijn en dat gaat met de rest van je leven mee. Ik vind dat wel goed voor kinderen die worden gepest. Kinderen kunnen geholpen worden en niet meer gepest worden. Ik vind het wel leuk dat ze dat doen tegen pesten. Ik leg ze vooral uit wat de bedoeling is van de lessen en dan ga ik de vragen stellen. En aan de hand van de vragen, dan zie je meteen de karakters van bepaalde kinderen die er bovenuit steken. Nou, en aan de hand van wat er op me afkomt, pas ik de lessen aan, waardoor alles wat er in zo'n groep speelt, uiteindelijk in de lessen behandeld wordt. Hij hoopt door middel van de trainingen te bereiken dat niet alleen wat wij draaien, maar ook alles wat er op scholen gedaan kan worden, ingezet wordt om ervoor te zorgen dat het pestgedrag, het zal nooit lukken, maar dat het pestgedrag naar een nul niveau komt. Dat er geen pesten meer voorkomt. Dat zou mooi zijn.